Надежда, Надежда, en russe, ça veut dire espérance. Надежда. Dit is het portret van mijn vader, Jan Kastens. Dat heb ik gemaakt in 1980. In 2 uur ongeveer zat hij erin. En toen zei hij van, zo is het goed, nou moet je ophouden. Deze foto is van het zusje van mijn overgrootmoeder. Zij heette Nadezhda Prinses Sein Wittgenstein. Sein, geboren naar Bokhov. Ze draagt hier een bojarenpak, bezaaid met pareltjes en is op weg naar het jaarlijks gekostumeerde bal in de Hermitage. Alle 5 zusjes van mijn overgrootmoeder waren hofdame bij de Tsarina Maria Fjodorovna. En de overgrootvader was kamerheer bij Tsaar Alexander III. Ja, wat ik nog wil vertellen is dat mijn grootvader, Dmitri de Peterson, een neef was van de schrijver Vladimir Nabokov, die bekend is geworden met Lolita. Hij heeft natuurlijk nog veel meer boeken geschreven, maar dat erotische boeken, daar word je altijd bekend. Dit is Family Tree, die ik onder andere in het Bokhov Museum exposeerde in 2007. De wijzerplaat bovenin symboliseert de tijd. De trechter laat de tijd samenvloeien van 1850 tot nu. Hier zie je Barbara, mijn dochter, en Ernst, mijn zoon, mijn ooms en mijn moeder. Met het dikke toetje, heel schattig, en haar zusje Natasha. Гадалка мне сказала неспроста, что ты уйдешь. Mijn gespronte tsarina's dragen frivole schouderbandjes en rijfluisjes. Ze kijken de toeschouwer uitdagend aan van onder hun ludieke hoofdtooien. Ik heb de tsarina's gemaakt van geglazuurde chamottenklei met goud- en zilverluster. Deze nieuwe bronzen tsarina Ninochkaya is gepatineerd alsof het fluweel is, vind ik. Het mooie messing tafeltje is door mijn zoon Ernst uit de container gevist van de oud-ijzerhandel. Ik zat in 1962 op de academie tot en met 1965. En ik ben altijd daarna bezig geweest met tekenen en schilderen. En op een gegeven moment ben ik abstract gaan schilderen en dan zie je hier het voorbeeld van. Het was ongeveer 1980. Dit is monoprint met acryl en bladgoud en hier hangt de beschilderde voor- en achterkant van mijn koffer. Ik vind het ook altijd leuk als er dingen bewegen. Dat vind ik altijd zo geinig. Combien d'hiver, combien de saison. Dit is Pandora's box. Ik zat aan 2 kanten heel bijzonder, dus ik heb van de weerszijde foto's laten maken. Deze assemblage bestaat uit strand, straat en bosvondsten. Ik maak van niets iets. Het is een beeld van Leonora Caesar. En ze gaf mij de opdracht om een portret te maken van haar hoofd. En ik heb hier ook, wat doe ik wel vaker, het tasje van mijn vader ingebruikt. Dat is een netje, wat hij altijd opvouwde om onze flesjes sherry te gaan kopen. En ik vind het leuk om iets van hem in mijn werk te gebruiken. En je ziet wel, dit is een soort croissantje wat om de nek hangt. Oh ja, als je kijkt naar het vogeltje, zie je? Nou, dit is ook zo'n gekke hoorn. Ik heb een mal gemaakt van een hoorn en met ultramarijn beschilderd in bladgoud. En dan heb ik die maffe flessenrachers en tandenrachers gedaan. En dit is het einde. Nadezhda, en amour, c'est comme un long silence. Ma guitare, sais-tu, je ne sais plus la chanson que je t'écris.